In de maand april zijn er aan de hemel weer een paar prachtige dingen te zien die absoluut de moeite waard zijn om te bekijken. Zaterdag 16 april is het volle maan. En hoewel dit natuurlijk een prachtig fenomeen is om te zien, zorgt het ook voor veel gereflecteerd licht en daardoor zijn andere fenomenen weer moeilijker om te zien. In de oudheid werd de volle maan in april ook wel roze maan genoemd, vanwege de vele roze bloesems die nu aan de bomen komen. En ook melkmaan is een bekend begrip, omdat in deze eerste lentemaand veel jonge diertjes worden geboren en ze melk krijgen van hun moeder. De maand april levert overigens ook twee keer een nieuwe maan op. Dat komt gemiddeld één keer per 8 maanden voor. De maan is dan helemaal niet zichtbaar. Hij staat namelijk tussen de zon en de aarde in. De zon schijnt op een gedeelte van de maan dat wij niet zien en dus is de maan niet zichtbaar. Dat gebeurt deze maand op 1 april en op 30 april. Tijd om je wensenlijstje weer bij de hand te houden, want in de nacht van 22 op 23 april piekt de meteorenzwerm de Liride. Van deze meteoren zijn er gemiddeld per uur zo'n 5 tot 11 te zien. En samen met alle andere meteoren kom je dus uit op zo'n 15 tot 20 vallende sterren per uur. Als het helder is tenminste. Ze zijn heel helder, bewegen snel en soms zien ze eruit als vuurbollen. Zorg wel dat je er vroeg bij bent, want na 4:30 's morgens wordt het steeds moeilijker om de Liride te zien. De maan komt op en het begint te schemeren. Er is een planetenoptocht op komst. Nou ja, niet echt natuurlijk, maar van 20 tot en met 23 april in de vroege ochtend zijn aan de zuidoostelijke horizon 4 planeten op een rij te zien. Jupiter, Saturnus, Mars en Venus. De hemellichamen zijn van 5:30 's morgens tot 6:00 's morgens te zien. Jupiter staat wel heel erg laag, maar als je vrij uitzicht hebt en het onbewolkt is, is ook die goed te zien. En ook de maan kruipt steeds dichter naar de planeten toe en lijkt zo als het ware de kop van de optocht te worden.